Valtemont in het vertrouwde blauw-wit. En ZBC uiteraard in het rood. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Maar zoals eigenlijk de gehele wedstrijd is het ZBC wat veel balbezit heeft en veel ruimte krijgt van Valtemont. Veel ruimte nu ook. Goede paas richting de 16 meter. Jesper Vaassen is te snel. En dan moet de doelman op de noodrem. Hij gaat er dan af met rood. Ronald Veerbeek, die eigenlijk al de eerste keeper is van oorsprong, komt dan in het veld. En natuurlijk een strafschop. En die gaat mis. Jongen, jongen. Peter Timmer. Hij heeft natuurlijk een verleden bij Valtemont. Zal waarschijnlijk ook niet zo bedoeld zijn, maar het was erg vriendelijk van hem. Het blijft dus 0-0. Maar ZBC gaat door. Weer over links. En dit keer wel een goede voorzet. En op het hoofd van Mark van Bergen. Hij scoort de 0-1. Een goede paas naar de tweede paal. Natuurlijk slecht afgedekt daar. ZBC gaat door. Altijd weer over Jesper Vaassen. Legt hem goed breed. Op de lat. Jesper Vaassen zelf ook nog een keer op de lat. Ja, zo is het nog steeds maar. 0-1. Al is het soms wel comedy capers op het veld bij Valtemont. De ruststand is dan ook 0-1. Gaan we de tweede helft in. Goede aanval over de linkerkant van het veld. Jorre Stadman krijgt tijd en ruimte voor de voorzet. En wie anders? Jesper Vaassen. Oh, goede aanname. En vervolgens springt hij dan de goal binnen. En is het dus 0-2. Nog steeds ZBC, de bovenliggende partij. En kijk eens. Oh, oh, wat een mooie goal. Hij staat met de rug naar de goal. Maar hij weet dat er ruimte is. En een prachtige stift van Mark van Bergen. 0-3. Ja, die komt aan. Valtemont probeert het nog wel. Over rechts. Een scrimmage. Ah, oh, misgrijpen van de doelman is nodig. Om dan toch nog een goaltje binnen te prikken. Erik-Jan Verbeek, jij is topscorer van de club. En laat zien waarom. Dat is een van de weinige momenten dat je op gevaarlijk kan zijn. En dus 1-3. Vrijbal ZBC. Ja, en dat de doelman van Valtemont ook nog foutjes maakt, zien we hier. Hij legt de bal zomaar voor de voeten van Jarno Rutgers. En die zet de ploeg op 1-4. Ronald Veerbeek, hij had een aantal reddingen, maar dit was wel een foutje van hem. En dan een kwartier voor tijd, weer een vrijbal. Zo'n beetje dezelfde positie. En dan laat Jesper Vaassen zien dat hij meer kan. Door alleen maar hardlopen en een goede baltechniek te hebben. Een heerlijke vrijbal in de verre hoek. Moeilijk te pakken door Ronald Veerbeek. En dus 1-5. Een hoekschop. Jesper Vaassen. Valtemont krijgt de bal niet weg. En dan is het Jesper Dremel bij de tweede paal die de eindstand op 1-6 zet. Een gemakkelijke overwinning waarbij de wind toch de grootste tegenstander bleek. Blijft verhaallijk inderdaad met die wind erachter. Maar ja, gelukkig de keer dat het gebeurde pikte de keeper de bal er goed uit. Dus ja, gelukkig. Nou ben jij de routine van het spel hier. Hebt een verleden bij Valtemont. Waarom neem je überhaupt zo'n panel? Ja, goed, ja, ik ben een vaste strafschopnemer. En dan moet je er niet voor weglopen als er ook hier in Valtemont een strafschop komt. Waarom mis je hem dan, is de volgende vraag. Ja, Ronald, de Veerbeek die er net in kwam, ja, we hebben jarenlang samen getraind natuurlijk. En ja, hij weet wat ik doe, hij kent me en hij deed het goed.